Yo, beste kijkers van YouTube, kanaal, vandaag een nieuwe video. Vandaag speel ik GTA en vandaag gaan we een test doen. We gaan een test doen hoe lang deze Karim Karuma mee kan gaan. We gaan dadelijk midden in een politiegevecht staan. En dan ben ik heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Wij gaan dus sowieso even de politie achter ons zien aan te krijgen. Ik weet niet hoe. Even kijken, gewoon even ergens chaos veroorzaken. Een van de betere opties, denk ik. Even kijken, we hebben hier een flare gun. Ik ga dit even testen. Dit keuren ze allemaal goed. Even kijken, andere opties. Nou jongens, ja kijk, we hebben al 1 ster achter ons aan. Ik wil er meer. Dat doen we heel even zo. 2 sterren. Het kunnen er meer worden. Ja, we gaan eens even chaos veroorzaken jongens. Hier rijden de eerste politie's. Eens even kijken hier. Hup, sikkerij. Oh. Verdorie. Ja, daar zijn ze dan. Waar kan ik nu niet schieten? Ik wil ook kunnen schieten. En dat is een killetje erbij. Ik ben heel benieuwd hoe lang deze auto het gaat volhouden. Ik voel me best wel veilig in deze auto. Maar in principe zou er ook maar heel weinig kunnen gebeuren. Hu? Gaat die politie doen? Oké, okay, die stapt in de verkeerde auto. Ah, het ziet er goed uit. Oh. Komen de volgende aan. Oh. Nog een auto. Ah, dit gaat goed toch? Dan zien jullie nu maar ook dat dit een hele goede alternatief is voor als vluchtauto. Want in principe deze is lekker snel. Hij is helemaal gepanzerd. En daarnaast kun je lekker wat gaan vechten. Zoals jullie kunnen zien. Kijk op, zakkeré. Nergens voor bang te zijn. Ik weet trouwens niet of ze mij uit deze auto kunnen halen. Daar moet ik er wel een beetje voor opletten. Dat wil ik hem niet laten gebeuren. Even kijken. En daar heb ik er nog een aantal. Hier stopt ook zo'n auto hier langs me. Gewoon wetend dat ze niks kunnen doen. Maar ze blijven gewoon komen. Mooi om te zien dit. En ondertussen weet ik niet hoeveel politici hier al zijn aangekomen. Zoals jullie kunnen zien zijn het er wel heel wat. En dan kun je ook gewoon zien dat deze auto gewoon in het voordeel zit. Normaal gesproken was je al lang neergeschoten, maar dit is gewoon de ideale oplossing. Dat zou je eigenlijk met een paar man moeten doen. En dan voordat je het weet, staat die hele straat vol met allemaal lege politieauto's. Voilà. En ik heb ook bijna geen schade volgens mij. Weet ik niet zeker. Hopsakkeré. Dat was weer een agentje. Moet wel opletten, want volgens mij de deur en zo kunnen er allemaal af. Dat weet ik niet zeker, maar zolang dat nog niet gebeurt, hoef ik ook nergens voor bang te zijn. Ik ben benieuwd wanneer de laatste ster erbij gaat komen. En of ik ga merken dat die laatste ster erbij komt. Ik heb wel een paar kogels gehad, maar ja, het valt op zich nog best wel mee. Ik heb nog wel een dik 3/4 balk van mijn levens vol.
Dus het is wel ergens dat het zo is dat er ergens een gaatje zit. Ik weet niet waar, maar... Zoals je kunt zien, ze raakt me wel. Nu heb ik nog maar de helft van mijn levens. Dus op de een of andere manier kunnen ze je raken. Maar dat is wel bijna onmogelijk. Dus wij moeten dan ook precies weten waar je moet schieten. En natuurlijk, hier staan heel veel polities. Dus er komen ook heel veel kogels naar binnen dan. En nu hebben we volop 5 sterren. Met deze auto zou het dus ook altijd mogelijk zijn om te kunnen ontsnappen. Binnenkort ga ik ook even kijken hoe lang ik het op de legerbaas ga volhouden. Lijkt me een hele mooie uitdaging. Maar zoals jullie kunnen zien, hier gewoon in online hou je het best wel lang vol als je tegen de politie gaat vechten. Nou, dan ga ik ze nu even kwijtraken. Ik ga even waypoint zetten. Dat is op deze locatie. Gaan we daar naartoe rijden. En dan ben ik ze zo kwijt. Daarom ben ik dus ook zo blij dat ik deze auto heb gekocht. Nou, daar gaan we. Nou, we zijn er al bijna. Hop. Even kijken hoor. We moeten deze kant uit. Hier omlaag. En dan gaan we de tunnel in. En zullen we nergens meer last van hebben. En een gevecht waar je dus normaal gesproken al lang dood was geweest. Overleef je het met deze auto wel. En deze auto is dus ook zeker die 525k waard. ...525.000 voor deze auto. Maar dan heb je ook wat. Nou. Hier staan we veilig. Hier raken we zo meteen de politie kwijt. Wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ook echt tot de volgende keer.